Goedemorgen allemaal! Vandaag is het zaterdag 17 februari. En wat staat er vandaag op de planning? Een dagje Den Haag. Het is namelijk zo dat het vandaag Chinees nieuwjaar is in Den Haag en ook in andere grote steden. En Marcel en ik gaan vandaag dus naar Den Haag toe om dat bij te wonen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben inmiddels al bij Marcel. We gaan straks met de trein naar Den Haag. Dus ja, dat gaat gewoon een hele leuke dag worden. Chinees nieuwjaar hangt het volgende in. Je hebt onder andere een podium. Daar wordt dan dansen opgevoerd, een drakendans. En dan dans dat ze in van die Chinese leeuwenpakken staan te dansen. En verder is er een Chinese markt waar ze onder andere wierook verkopen. Vorig jaar zijn we ook geweest, hebben we daar al wierook gekocht. En in Chinatown is van alles te beleven. Het is alleen wel altijd erg druk. Verder wordt er natuurlijk ook vuurwerk afgestoken. Onder andere ratelbanden zijn heel populair bij Chinees nieuwjaar. Het probleem is alleen dat ik heel slecht tegen vuurwerk kan. Tenminste, ik vind het vuurwerk wel mooi. Alleen, ik kan niet tegen die knallen. Dat is zo hard. Dus daar heb ik het volgende op voorbereid. Ik heb deze oordopjes. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Die ga ik in mijn oren doen. En dan heb ik ook nog eens Marcel zijn koptelefoon geleend. Ja, het ziet er niet uit, hè. Maar goed, het sluit wel hermetisch af. Met muziek en oordoppen, waardoor ik de knallen dus zo goed als niet ga horen. Zo is het voor mij ook makkelijker vol te houden. Ik heb er heel veel zin in. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Centraal en op naar het Chinees nieuwjaar. Nou, zoals je hier kunt zien, zijn ze bezig met de voorbereidingen. Er zijn ratelbanden uitgelegd, dus dat belooft dat te worden. Dit is wat er over is van de ravage van de, al die knallen. Kijk, ze zijn echt knap hoor, op de kant. Die vrouwen staan aan het stelten. En dan kunnen ze ook nog bukken. Echt heel knap. En deze dames zien er ook hartstikke mooi uit. Moet je kijken wat we tegenkomen in de Bijenkorf. Die is leuk. Geweldig. Hey, dankjewel. Super. Ik heb helaas niet de drakendans en de leeuwendans kunnen filmen. Het zat namelijk zo. We waren in het stadhuis en we hadden niet zulke hele goede plekken. En het lukte gewoon niet om dichterbij te komen. En toen gebeurde het ook nog eens dat de drukte mij een beetje te veel werd. Dus toen zijn we uit het stadhuis gegaan en hebben we helaas niet de drakendans en de leeuwendans kunnen zien. Dus die kan ik helaas ook niet aan jullie laten zien. Verder ook het geval is dat het dus veel minder uitgebreid blijkt te zijn als vorig jaar toen we er waren. Vorig jaar waren ze in Chinatown, waren er allemaal markten, werd er vuurwerk afgestoken, waren allemaal Chinese beelden en dat soort dingen. En dat was nu helemaal niet. Wij liepen door Chinatown en er was gewoon eigenlijk helemaal niks te doen. Dus we baalden wel een beetje. Het is best wel een tegenvaller geweest. Nu zijn we nog even hier in de stad het winkeltjes aan het kijken. En we zijn nu even wat aan het drinken. Maar ja, echt veel van het Chinese nieuwjaar, dat kan ik jullie verder niet meer laten zien. Het is een beetje tegengevallen als ik eerlijk mag zijn. Ja, helaas. Wat we wel hebben gedaan is dat we even naar de Mediamarkt zijn geweest. Ik heb eindelijk een batterij kunnen kopen voor mijn Samsung. Want mijn telefoonbatterij is best wel slecht aan het worden. En hij is nu ook inmiddels alweer leeg. Het is 4 uur in de middag. Dus ik heb er nou weer een besteld. Die wordt thuis bezorgd. Kan ik hem wisselen. Ja, dat is gewoon fijn. Dan heb ik gewoon straks tenminste weer een goede telefoon. Waar ik weer lekker lang mee kan vloggen. En ja, helemaal goed. 3 mooie raden waar we nu zijn. Herkennen jullie het al? En weten jullie het al? Ja, het was zo'n teleurstelling met dat Chinees nieuwjaar in Den Haag.
dat we besloten hebben nog even naar Scheveningen te gaan. Het is prachtig weer hier. De zee is rustig. Pier ligt er ook hartstikke mooi bij. Top idee van ons. Oh, wat heb ik lang de zee niet gezien. Even pootje baden hoor, mensen. Ja, ze raken mijn voeten. Mijn stukje nog. Moet geen natte voeten krijgen. Geen natte voeten krijgen. Oepsie! Ik was weer eens te enthousiast. Dat gaat. Het is net tot mijn sokken gekomen. Oh, mijn broek is nat. Ja, wel mooi. Oh, prachtig. Echt zo mooi. Kijk dan die zon en die zee en het strand. Het lijkt wel vakantie. Super gaaf. Mijn dagje wel zeg. Ik ben weer thuis. Ik ben zo moe. Het was echt een superleuke dag. Ook hoewel Chinese nieuwjaar een klein beetje is tegengevallen, maakte het toch Scheveningen helemaal weer goed. Maar ik ben echt helemaal op nu. Dus ik ga lekker naar bed toe. Maar ik wil u nog heel kort even iets laten zien. In het stadhuis was namelijk nog een Chinese markt na dat hele gebeuren wat zo druk was. En daar heb ik deze sieraden gekocht. Ze zaten in een grabbeldoos. Ze waren niet duur, maar wel hartstikke leuk. Dus dat wou ik jullie nog heel even laten zien. Je ziet het, hè? Ik heb een kleur. Ik zie er volgens mij ook hartstikke moe uit. Bedankt jullie allemaal weer voor het kijken. Vonden jullie het een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Wil je meer zien? Abonneer op mijn kanaal. En denk om het belletje, want dan blijf je op de hoogte van alle updates. Ik ga lekker naar bed. Ik zou zeggen, slaap lekker en tot de volgende vlog.